Dag dames en heren, jongens, meisjes, honden, katten. In deze video ga ik het hebben over mijn verleden. Dit zijn mijn meningen, mijn visies en hoe heet het? Ik ga gewoon een verhaal vertellen. Ik vind het leuk om te doen. Ik hoop niemand te beledigen met wat ik zeg. Het is gewoon hoe ik de wereld zie. Oké? Veel plezier met kijken. Ik heb het omgedraaid, mijn debuut op YouTube. Meestal als mensen zeg maar heel lang op YouTube zijn, dan gaan ze ineens een Draw My Life doen en laten zien hoe ze in elkaar zitten en dat soort dingen. En ik heb YouTube juist gebruikt als een therapiemiddel. Dat vertel ik in een andere video. Dus ik ben apart, ik doe het andersom. Ik voel me een stuk beter. Ik weet niet of mensen dat aan me kunnen zien terwijl ze deze video kijken. Maar ik weet dat heel veel mensen deze video kunnen zien. Het gaat nu ietsje beter met me. Ik ben er nog niet. Ik moet even mijn nieuwe leven inrichten. Want ik ga een andere kant op in mijn leven. Een nieuwe levensfase. Je hebt nu gezien aan mij dat ik best wel veel heb meegemaakt. En ik ben dus door een bepaalde levensverdriet heen gegaan. Nou was het ook zo dat ik ook een hele leuke tijd heb gehad. Op verschillende manieren, zeg maar. Onder andere in mijn stadje Delft. Hoe heet het? Mijn jeugd hier. Elke keer als ik één weekend in de maand naar mijn vader ging, of één weekend, of hoe heet het, twee keer per maand naar mijn vader ging, dan was het leuk. En bij mijn moeder was het gewoon natuurlijk ook gezellig. Ik heb eigenlijk precies op de helft van mijn leven ben ik veranderd. Ik heb de eerste 18 jaar met een kleine pauze bij mijn moeder gewoond. En de tweede 18 jaar tot mijn 31ste. Nee, nou ja, eigenlijk de tweede 18 jaar heb ik in Delft doorgebracht. En ik ben tot mijn, volgens mij was ik 20 of 21 toen ik uit huis ging. Hoe heet het? In ieder geval een stuk eerder dan gemiddeld. En sommigen die gaan nog eerder. Hè. Ik bedoel, er zijn ook mensen die op hun 15e al uit huis gaan of op hun 16e. Dat zijn echte adelaars. Maar goed, ga ik nu even het perspectief draaien. Want ik ga het even hebben over mijn staptijd. Wie herinnert zich deze plek nog? Dit is het Delftse Hout in Delft. Ik ga even iets eerder beginnen dan mijn staptijd, jongens. Ik ga beginnen, hoe heet het, rond mijn 10e, rond mijn 12e, rond de tijd dat, ja, rond de middelbare schooltijd, zeg maar. Elke zomer was ik hier. En dan was ik hier meestal met mijn broer en zijn vrienden, en dat soort dingen. En sowieso, ik heb gescheiden ouders. Dus dat betekent dat, hoe heet het, dat mijn vrienden die waren in Tilburg. En zijn vrienden die waren hier. En nou was het zo dat, oh, ik merkte ook erg schommel. Pardon. Ik zou gewoon gaan liggen. En luisteren naar wat ik heb te vertellen. En anders dan draai ik het perspectief wel. Goed. Even kijken, waar was ik? Goed jongens, ik draai hem wel weer. Dat is wat makkelijker. Dus, hoe heet het? Ik heb hier heel veel tijd doorgebracht. Heel veel. Tijd chillen en dat soort dingen. En dat doet de jeugd nog steeds natuurlijk. En ik kwam hier natuurlijk ook in aanraking met de meisjes. Die ik heel spannend vond. Heel erg spannend, zeg maar. Ik had zelf niet echt veel vrienden. Ik had ze wel. Ik bedoel, het is niet zo dat ik heel eenzaam was. Maar eigenlijk nadat ik in Tilburg, toen ik uit Tilburg wegging, toen ben ik naar België gegaan. En in België heb ik een heel geïsoleerd leven geleid. Dit heb ik al in een andere video verteld. Ik woon al mijn hele leven op internet.
daarom heb ik er niet zo moeite mee om mijn leven met jullie te delen. En ja, kijk, jullie zijn bang voor privacy en dat soort dingen. Maar ja, zoals ik al zei, waar ben je bang voor? Wat ga je doen? Wat ga je doen dan? Weet je wel? Goed. Ik heb hier veel meegemaakt. Ik heb hier een keer gehad, ik ging om met een groep meiden. Echt veel meiden. Ik zit al een hele tijd zit ik tussen de lesbiennes en de bi's en de allemaal van dat soort. Ja, in de gay community, zeg maar, zit ik. En die gay community die is echt relaxed. Wat is iedereen open-minded, zeg? En wat fijn. En wat wilde ik erbij horen? Goeiedag. Hoe heet het? Ik was aan het twijfelen aan mezelf, gewoon, goh. Hoe heet het? Ik wilde graag een vriendin, natuurlijk. Maar ja, wat ben ik een wijf, zeg. En je moet wat stoerder zijn, Pet. Want of je moet doen alsof je geen interesse hebt in die dames. Dan trek je ze naar je toe. En ik ben getraind door de dames, zeg maar. Want zo leer ik, zeg maar. Ik heb mijn filosofie is, zeg maar, dat... Ik kan het natuurlijk wel zelf ontdekken allemaal, maar dat gaat een stuk langzamer bij mij, omdat ik het juist wil dat je het me vertelt. Ja. En mijn ouders die wisten dat wel een beetje, maar toen ik uit huis ging, toen kwam ik zeg maar in aanraking met een ander meisje. En die, ja... Die nam me ook wel weer een beetje onder mijn hoede. Ik heb altijd meisjes gehad die zich identificeerden met me of zo. En dan namen ze me onder mijn hoede. Zo was er ook een keer een meisje in België. Dat meisje heette Monique. En dat was op de middelbare schooltijd. En ik heb trouwens even een ander verhaal. Er was ook een meisje. Die was zeg maar, in België moest je kiezen welke kant ga ik op. Weet je wel, welke klas kies ik? En toen, wat denk jij nou dat ik heb gekozen? Dat ik heb gekozen voor welk vak en dat soort dingen? Nee, mooi niet. Hoe heet het? Er was zo'n blonde meid. En die liep in zo'n lekker Amsterdams trainingspakje. En ze had zo'n lekker oceaantje. Want ze kwam uit Amsterdam en de moeder die was verhuisd en weet ik veel hoe dat zat. Als je je herkent, dan moet je het maar zeggen, maar het was een ASO-school in ieder geval. En ik dacht, hé, dat is een lekker Amsterdammetje en dat is een gezellig meisje. Ik ga achter dat meisje aan. En achteraf heb ik kwam ze wat dichterbij en dan heb ik er een beetje leren kennen. En dit was vroeger hoor. Nu woont dat meisje al een tijdje in België en heeft ze zelfs geen Amsterdamse accent meer. Dat soort dingen. Als je jezelf herkent, kom het je maar hieronder. Maar godver, wat kon jij een bitch zijn zeg. Jezus. Dus daar kwam ik toen zo achter. En ja, zo aldoende stoot. Ik ben een neusstoter. Dat is een beetje het ding wat ik wil zeggen. Of je legt het me uit, of ik ga het gewoon zelf proberen. En dan, hoe heet het, daar kwam ik ook achter, zeg maar, door mijn beste vriendin die mij onder de hoede nam. Omdat ze zelf heel erg zorgzaam is. Hoe heet dat? Ja, ik was heel erg blij toen zij in mijn leven was. En, oh, maar ik ga nog even terug. Want er was nog een meisje later op de middelbare school. En dat meisje heette dus Monique. En Monique, dat was ook zo'n zorgzaam typeje. Ik weet niet meer hoe oud ik was, maar ik was helemaal gek op dat meisje. En dit meisje was hetero. En er was nog een jongen. Jij heette Monique en je vriend heette Daniel. In die tijd. En jullie, you were originally from England, or your father was anyway. Maar jij sprak Vlaams en Engels. En uiteindelijk gingen wij heel goed met elkaar om. Je was ontzettend lief voor me. Ik heb naast je, ik heb nog gelogeerd bij je. En dat was zo grappig, want jij lag in het midden en je vriend lag aan de andere kant. Hij was toen je vriend. Want
hoe was het nou, zeg maar. Ik vind het trouwens prettiger om zo te vertellen. Dat moet ik even zeggen, dat is gewoon iets van deze tijd. Kijk, ik kom al mijn hele leven op internet, dus ik praat zo. Dan kijk, uitpraten ook en jij kan me op pauze zetten. Goed, neem even wat te drinken. Dus dat meisje, Monique heet ze, Monique F. Dat was een heel lief meisje. En er was een dag dat ik haar verkering wou vragen, dat ik dacht van ja, ik ga je verkering vragen, weet je wel. Maar ja, dingen gebeuren met een reden. En nou, toevallig die dag had die andere gozer, Daniel, al verkering gevraagd en ze vonden elkaar leuk. Dus ja, dat was even jammer. Dus wat deed ik? Ik bleef hangen. Ik bleef er omheen cirkelen. Dat wel, zeg maar. En dan gaf ze ook van die steken onder water naar hem van, joh, weet ik veel. Nou, je moet wel lief doen, hoor. Anders neem ik verkering met Patrick of zo. Zoiets, weet je wel. En dat zei ze dan waar ik bij was. Maar goed, ik kon er tegen. Ik dacht, nou, ja, oké. Ik heb ook gewoon gelogeerd naast haar. En nu ga ik zeg maar een detail vertellen, dat als je jezelf herkent, dan weet je niet, misschien herken jij jezelf. Want het was namelijk zo dat jij verhuisde op een gegeven moment met je vriend verhuisde je naar Engeland. En toen hebben we brieven gestuurd naar elkaar. Ja, met pen en papier. Jij schreef heel erg netjes. En hele mooie brieven schreef jij. En nu ga ik misschien emotioneel worden, want zo werkt dat. Dat is heel gek, als je gaat praten erover, zeg maar, dan, ja, dan gebeurt dat. Maar ik schreef brieven terug en mijn moeder die schreef die, want ik schreef echt lelijk. Ik ben een lelijke schrijver. En weet je wel, maar jouw brieven eindigden meestal met waarom schrijf je niet terug. Dus mijn brieven kwamen niet aan, op de een of andere manier. Dus ik heb de Belgische post maar de schuld gegeven toen. Terwijl, kijk, ik weet het niet, je moeder die kan ik de schuld niet hebben gegeven daarvoor. Misschien, ja, je weet niet waarom die brieven niet aankwamen, maar ze kwamen in ieder geval niet aan. En dat vond ik heel verschrikkelijk. En toen hebben we uiteindelijk contact verloren. Jouw moeder die zag hoe ik in elkaar zak en die nam me in vertrouwen. Even voor de context, ik was 14, 15 of zo, weet ik veel. Ik weet niet hoe oud ik was. Man, hoe oud was ik? Sylvia, hoe heet het? En ze vertelt me, Pet, dit mag je niet zeggen tegen Monique, want ik maak je af. Ik ga dood. Want ik heb kanker. Niet zeg. Goed. Dus ik heb geen idee of je moeder nog leeft. Ik hoop het wel. Mijn moeder heeft inmiddels ook een vorm van kanker. Al een tijdje. Eigenlijk al zolang ik kanker zeg, had ze al kanker. En ik merkte vandaag dat een paar mensen in mijn familie dat helemaal niet eens wisten. Goed, lekker boeiend. Toen kwam ik bij mijn beste vriendin. En later heb ik weer iemand gehad die me dus onder de hoede nam. En toen kwam ik echt in een warm bad terecht, want toen had ik allemaal meiden om me heen. Ineens. En wow, wat was dat gezellig zeg. En fuck, wat moest ik veel leren toen. Holy kut. Hoe heet het? Maar wel een heel ruimdenkende community. Want het waren allemaal vrouwen. En die hadden allemaal hun eigen identiteit en geaardheid. En dat was heel gezellig. Ik wilde het eigenlijk over het uitgaansleven hebben. In deze video. Maar goed, ik ga het nu over wat anders hebben. Goed, nee, ik kan het mooi koppelen met elkaar eigenlijk. Want ik wil het hebben over verdraagzaamheid en openheid. Ik heb hier op deze Delftse hout,
heb ik tussen allemaal mannen, stoere gasten ingezeten en tussen allemaal mooie meiden. En op een gegeven moment heb ik ook, zeg maar, ging ik met 3 meiden om en 2 van de meiden die zonden al wat topless. En lag ik daartussen, weet je wel, en voelde ik me dat mannetje, want ik wist dat al die andere apen gewoon naar ons lagen te kijken. En het leuke was, dat wisten die 2 dames natuurlijk ook. Ja, want ik bedoel, het ziet er toch niet uit, man, als je topless bent, dat je 2 witte tieten hebt. Hallo, kom nou, het ziet er niet uit. Goed, dus dat. En man, nou kom ik op de kern van dit verhaal. Want wat heb ik het leuk gehad qua stappen, zeg. Tijdens mijn tijd. In feestcafé Tijdloos in de Kromstraat. Ik ben opgegroeid in de Kromstraat. Een groot zanger, Tino Martin, zeg maar, die heeft daar achter de bar gestaan en die zong daar regelmatig. En op een dag zegt hij: "Nou, Pat, het wordt nou tijd dat je toch eens alcohol gaat drinken, hoor." Want en dat was dus toen. En nou ja, oké. Okay. Dus ik weet niet, ik ben gelijk met ze eigenlijk vanaf dat moment al zoete dingen. Amaretto cola. What? Ja, als ik er nu aan denk, moet ik daar heel erg om lachen. Amaretto cola, goedemorgen, zeg. Zo, dat is wel heel zoet. Hey, hondje. Hond. Ja, leuk. Cocker Spaniel is dat toch? Ik ben even mijn verhaal kwijt. Even focussen. Feestcafé Tijdloos had je aan de ene kant van de straat. En in dat feestcafé zat daarvoor de Malle Molen. En het woord zegt het al, feestcafé, Tijdloos en Malle Molen. En dat zal een hele malle boel geweest zijn. Jammer dat ik dat niet heb meegemaakt, maar goed. Hè, leeftijd, dat en zo. En toen, het was toen zo, en trouwens daar waar nu Tijdloos zit, waar toen Tijdloos zat, daar zit nu Club Chichurina. Ja, dus dat was die term. En waar nu Café Stek zit, daar zat vroeger een poolkroeg. En dan moet je je voorstellen dat ik met mijn beste vriendin ik stapte gewoon overal. Dat was later trouwens. Ik ga nu al door, ik word oud, jongens. Ik merk het nu al. Ik ga dingen door elkaar halen. Oké, ik ga even terug. Feestcafé Tijdloos. Daar werd elke week komt er een zanger te staan. Even, ondernemers, even opletten. Ja, je weet wie je bent, opletten. Elke week stond er een zanger. En er werd Nederlandstalige muziek gedraaid, salsa muziek, allerlei soorten muziek. En we gingen door tot in de late uurtjes. En hoe heet het? En ik werd in de zijk genomen, joh, door die gasten, want ik was anders. En er stonden daar gasten achter die bar. Ik werd in de zijk genomen. Dan gaven ze gaven natuurlijk drank. En af en toe dan zeiden ze: "Van hier, Pet, heb je een shotje?" En dat was zo'n rood spul. En dit is 3 keer gebeurd, hoor. En dan dronk ik en dan was het, was het Tabasco. Dus dat vonden ze ontzettend, dat vonden ze leuk, hoor. Oh, dat is 3 keer gebeurd ook, of zo. Maar ja, dus dat. Dat vind ik helemaal niet erg, dat ze dat deden. Goed, wat stonden daar voor mensen? Dit was nog voor de tijd dat de sterke beveiliging stond, zeg maar. Ik kom uit de tijd van Tijdloos dat de wisseling van de wachters. Een van mijn voorbeelden, zeg maar straatvaders, noem ik hem zelf, hij weet wie hij is. Die kwam daar toen,
ja, ik bedoel, Bert, hij heeft een beetje de leiding daar. Die heb ik daar leren kennen. En ja, dat soort dingen. En toen werd het anders, want voordat zij er stonden, toen stonden er een paar brede jongens. En één kale neger en zo in zo'n grote chefjas. Dat soort dingen. En als jij je niet gedraagde, dan werd je gewoon naar buiten geschopt. Hardhandig. En er liep ook iemand in de bediening daar, goede gozer was dat. En daar hadden we ook een nickname voor. En wat mensen niet wisten. En hij was een sportertje. Vechter was het. En hij is zevenvoudig, weet ik veel, honderdvoudig kampioen taekwondo of zo, weet ik veel. Anyway, je moest niet fokken met hem. Want dan komt er een ambulance. Dat was eigenlijk de maar. Ik doe dit gewoon on the fly. Hè. Ik heb hier niet over nagedacht. Ik vertel gewoon. Mooie tijd was dat. Gewoon. En jongen, er waren natuurlijk weer allerlei verhalen over drugs. En de seksualiteit was in dat feestcafé seksualiteit, jongens. Het was bezig. Het waren de hormonale gezeik. En er gebeurde wel eens wat en er circuleerden allerlei geruchten altijd en allerlei filmpjes en er is ook nog volgens mij, ik weet eigenlijk niet of die foto nog te vinden is ergens, maar er is een foto met de eigenaar van die tent en nog een persoon op die tent en dan daar hebben ze een naakte vrouw in hun handen of zo en die vrouw die kwam ook gewoon stappen daar, weet je wel, maar ondertussen werkte zij op een beurs voor iets met naaktheid, weet ik veel. Ik weet niet of ik dit voor alle leeftijden moet zetten of met een leeftijdsbeperking. Ik begin, ja, anyway, ik knal het gewoon op internet en dan zien we het wel. Goed. En er gebeurde dus wel eens wat. Later. Er gebeurden wel dingen en ik ben daar ook een keer, zeg maar, omdat ik nogal grote bek had en sociaal ben ik ook een keer door de achterdeur naar buiten geholpen, omdat ik anders een paar stoten op mijn melk kon krijgen door de eigenaar. Dat weet ik sowieso, mijn geheugen, ik weet alles nog. Ik vergeet niet. Heel gek is dat. Ook heel vervelend. Maar goed, daarom doe ik dit. Ik vind het leuk om te vertellen. Hoe laat is het? Oh, 34%. En dus. Ja. Nu kom ik bij het punt, zeg maar. Dit was vroeger. En dan krijg je dat cliché van vroeger was alles beter. Zeg maar. En ik stapte later, ging ik naar Speakers. Toen leerde ik Melissa kennen, mijn beste vriendin. En man, wat hebben we gelachen zeg in Speakers. Met al die vrije geesten waar we mee waren. Ik heb voor de tweede keer in mijn leven staan zoenen in Speakers met iemand. Jij weet wie je bent als je dit ooit ziet. En man, wat kon jij lekker zoenen. Dus. Hoe heet het? Het was veel vrijer vroeger. Het wordt een beetje weet je wat het is in Delft? Men roept het ook altijd. En van tijdloos, feestcafé tijdloos, dat noemden ze kansloos. En de mensen die het kansloos noemden, dat waren ook de mensen die er kwamen. Dus, weet je wel. Maar in die tijd heerst er zoiets. En nu kom ik bij een leuke term waar ik in geloof. En dat is sociale controle. Dus er gebeurde wel eens wat. Maar er liepen ook mensen rond die daar een beetje het oog in het cel hielden. Want dat vond ik leuk om te doen hoor. Dat weet die beveiliging wel. Die werden gek van. Ik stond altijd maar met hun te praten. Vroeger ook op school, zeg maar. Ik liep altijd bij de meesters. Dat hoort een beetje bij mij. Kinderen, ja, ik kon me niet identificeren met mijn leeftijdsgenoten. Goed, volg je het nog? Want je ziet dat mijn brein gaat alle kanten op.
En ik ben niet moe of zo, ik moet gewoon even focussen. Oké, punt. Beste ondernemers, het is een beetje een kutstad aan het worden in Delft. Er is geen kut meer aan. Wij zeggen altijd in onze groep, was het maar kut, dan had je er nog wat. Dat is zeg maar ons motto. Ander motto is, ik heb er geen zin in. Dat was ook een motto die we hadden. En ik heb een heel zwaar leven. En dat hadden we. We hadden allemaal, stuk voor stuk, iedereen in onze vriendengroep had een zwaar leven. Iedereen waar ik mee omging, had een zwaar leven. Maar we maakten het wel gezellig. Dus, ja. Even kijken. Kijk, een mens heeft, een mens heeft twee persoonlijkheden. Je hebt een goede persoonlijkheid en een duiveltje. Je hebt een engeltje en een duiveltje, zeg maar. En dat duiveltje, dat moet ook een beetje lol krijgen. Hè? Dus daarom ga ik af en toe lekker pokeren, zeg maar. En dat vond ik leuk. Het moet wat vrijer worden in Delft. Ik vind dat er wat meer 24-uurs vergunningen uitgedeeld moeten worden. Maar goed, dan kom ik eigenlijk bij het laatste punt. Nog twee puntjes hoor, ga ik maken. Nog een punt. Ik heb je nu verteld over mijn jeugd. Ik ben nu 31. En al die dames waar ik zo'n plezier mee had. Vanaf mijn 12e tot aan mijn 31ste. Zeg maar. Dat was allemaal leuk. En ik mis een aantal van die mensen. Ja. Wow. Ik hoorde, maar nee, dit is het leuke, zeg maar. Ik hoor thuis in die community, in de gay community. Gay, jongens. Ik sta namelijk voor verdraagzaamheid. Gay is een oud Engels woord. Een traditioneel oud Engels woord. Het vertaalt naar vrolijk. Ga dat maar zoeken. Vrolijk. Dat is het. Hoi. Vrolijk, daar vertaalt het naar. Dus wij zijn de vrolijke community. Want iedereen is open-minded en iedereen is zichzelf. Dus dat, weet je wel. Seks en zo. Seks, er heerst een seksuele spanning in onze, in dat wereldje. Jongen, dat niet te stuiten. Gewoon. En lekker dat we dat vinden. En goed dat we ermee om kunnen gaan ook. Want dat is het. Omdat we eraan bloot worden gesteld, leren we ervan. En dat heb je ook met drugs. Ik ben mijn hele leven omgegaan met mensen die op de rand leven. En eigenlijk vooral met mensen die over de rand gingen ook. Feestcafé Tijdloos, daar stonden twee mannen achter de bar. Hele gezellige mannen waren dat. Die waren opeens verdwenen. Die zaten, wat ik hoorde, ik weet niet of dit klopt. Maar wat ik hoorde, dat de mannen waren opgepakt omdat ze 's nachts kluizen aan het kraken waren. Ja, en toen zijn ze gewoon gepakt. Toen zijn ze de bak ingegaan. Ik weet niet meer precies, ik weet niet meer hoe jullie heten. En ik weet ook niet meer hoe jullie eruit zien. Dus, maar dat soort dingen. En je ziet het niet aan de buitenkant. Daarom, criminaliteit is geen oorzaak. Criminaliteit is een keuze. Een bewuste keuze. En bij ons... Ja, speelt dat niet zo? Want iedereen is vrij en ook dat pokeren, zeg maar. Ik zit dan aan een pokertafel en dan zit er een zakenman. En dan zit er aan de andere kant zit er een gozertje waarvan je weet van, goh, hoe zou jij aan je geld komen? En dan heb je ook gewoon een paar goede gasten die echt goed kunnen kaarten. Maar er zit ook een gokverslaafd. Die zit er ook. En dan zijn er mensen zoals ik, die dan denken van joh, kap eens even minder. Maar goed, de rest van de tafel die denkt van nee,
Laat hem lekker doorspelen, joh. Laat hem lekker gaan. Dat is zijn geld, moet hij weten. Dus dat, weet je, dat gaat dan wel een beetje in strijd met waar ik voor sta. Ik poker graag, maar ik moet het wel kunnen bekostigen. Er is geen kut meer aan in Delft. We zijn te streng bezig. Het is hartstikke gezellig. Weet je, maar kijk, ik ben hier in de Delftse Hout. En toen ik hier naar de Delftse Hout fietste, dacht ik van even een handschoen aandoen. Dat is een beetje koud. Goed, waar was ik? Het wordt een beetje een kutstap. We zijn te streng bezig. We hebben de naam Little Amsterdam. Nou, ik vind het wel meevallen. Vroeger hadden we dan een beetje de naam van hoe het is gevaarlijk in de Kromstraat en bla bla bla. En ja, ik bedoel, goed, achter de schermen gebeurde er misschien van alles, maar dat ging langs mij heen. Daar had ik er helemaal geen last van. Ik voelde wel af en toe spanning. Op het moment dat er zeg maar in de tent dat er spanning was, dan weet je wel, dan is het zo van golf van spanning. Voel ik dat gelijk en ga ik zoeken, oké, waar komt dat vandaan? Ah, daar is wat gaande. Oké, even opletten, weet je wel. Ik heb ook wel eens mensen eruit geflikkerd, één keer. Ik mis dat seksgehalte, dat mag wel een beetje meer. En daarnaast mis ik, kijk, iemands jeugd is de mooiste tijd van hun leven. Je moet mensen kunnen herinneren aan hun jeugd. Nu moeten de ondernemers opletten. Je moet, zeg maar, als je mensen herinnert aan hun jeugd, dan heb je een goede tent. En dat doe je door middel van muziek. En met name Nederlandstalige muziek. We zijn Nederlanders. Dus onze hersenen, die verstaan het beter als het Nederlands is. Engelse taal verstaan onze hersenen ook, maar dat is niet ons bewust, daar zijn we ons niet bewust van, zeg maar. Daar heb ik het nog wel eens over. Het mag wel wat vrijer, dat is mijn mening. We hebben hier in de Delftse Hout, dat is lekker groot, zeg maar, kunnen we hier niet gewoon een vierkante kilometer of gewoon een stukje pakken in de Delftse Hout en daar leggen we de boel een beetje plat en dan maken we een gebouw, weet je wel. En die gebouw heeft allerlei verdiepingen en in dat gebouw dat noemen we, weet ik veel, de hel. Het gebouw noemen we de hel. Oké. En daar mag alles. Bijna alles. Wel met mate. Het is je eigen verantwoording hoe ver je gaat. Als je over de schreef gaat, dan word je gewoon naar buiten getrapt. Maar dat lijkt mij toch wel een goede plek. Ik ben nu een half uur aan het lullen. Dus dat is waar ik voor sta, verdraagzaamheid. Ik wil dat mensen gewoon lekker de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Ik hoor bij de gay community omdat ik een fluid personality heb. Dus dat betekent dat ik wel eruit zie als een man, maar dat ik af en toe reageer als vrouw. Dus dat betekent dat als je op het moment dat je iets lelijks tegen me zegt dat hij heel verkeerd kan schieten. Heel verkeerd kan vallen, dus ik ben een paar keer goed, heb ik me goed kut gevoeld, maar goed, ik kom er niet uit, dus dat is geen verwijt. Want nu, ik wist niet wat mijn label was, oké? Ik kende mezelf niet. Maar goed, de mensen die het wel wisten, een paar van jullie wisten het wel. Nee, maar jullie hebben het niet gezegd tegen me, omdat ik er zelf achter moest komen, waarschijnlijk. Daar ga ik vanuit, want ik heb inmiddels geleerd dat je mensen wel kan wijsmaken hoe dat ze moeten veranderen, maar ze veranderen niet. Ze lopen, wie de fuck ben jij dan? Weet je wel, je bek of zo. Levensadvies geluisterd. Op dit moment, zeg maar, gaan we omhoog.
Ik ga me nu weer beter voelen. Ik merk dat ik hormonaal een beetje anders in elkaar begin te zitten. Ik voel me sterker. Ik merk zelfs dat mijn stem op gang komt. Ik heb altijd al bij de radio gewild, bij dat Q Music, weet je wel, dat is mijn zender. Maar goed, dan doen ze weer zo'n een of andere kutwedstrijd en dan kom je dan weer niet door, want je ziet er dan weer anders uit. Ik heb een kop voor de radio, vind ik zelf. Maar goed, verdraagzaamheid. Hè? En hoe heet het? Er valt zo weinig te neuken in dat Delft. Ja. Goed jongens, fijn weekend hè? En geniet ervan. En als je jarig bent, veel plezier met je verjaardag. Fijne verjaardag.